Tina, ja, ja. We zijn begonnen met Ruud Brink. Het was eigenlijk zo dat Ruud en ik speelden in een restaurant in Haarlem ergens. En dat was ongeveer om de 2 weken. En af en toe kwam daar een gast bij, vocaal bijvoorbeeld. Er was Geetje een keertje bij en dat viel zo goed dat we met z'n drieën verder zijn gegaan. Oh, zo is het ontstaan. Het is met Ruud begonnen. Ja. Oh, en nu dus is alweer een tijd met Jan, hè? Met Jan Menu. Ja, die er dus nu niet is, maar jullie treden straks wel samen op een heel mooi liedje. Ja. Dat verklap ik nog niet. Nou, verder. Frans Elsen. Frans, wanneer heb jij voor het laatst met Geetje opgetreden? Hoe doe je dat nog regelmatig? Nee, nou doet Peter het. Maar wel collega's ook een beetje aan hetzelfde conservatorium. Ja, we zijn collega's op het conservatorium. Peter is ook leraar daar in Den Haag. Ja, wanneer heb ik voor het eerst met Geetje gespeeld? Dat is ongeveer 100.000 jaar geleden. Ja. Ik weet het echt niet. 1980 was het zo'n beetje de eerste keer dat we in deze combinatie met elkaar gewerkt hebben. Dat is dus met Rob ook, hè? Rob Langerijs. Ook sinds 1980. En met John. Ja. Hoe lang... Want jij hebt ook al eerder met Geetje gespeeld. Met Geetje in... Met de Diamond 5 in 61, 62. Ja. Waar staat Diamond 5? In de Serenzade. Ja. Ja, leuke herinneringen aan nog. Ja, maar we hebben ook nog een cd gemaakt. Dat is nog langer geleden. Ja. Een EP'tje was dat toen. EP'tje. Ja. En met Boy, nou dat zullen we straks nog zien. Maar dat verklap ik ook niet. Maar daar ben je ook te zien. En Ferdinand, ja, jullie zijn ook weer collega's op hetzelfde... conservatorium, hè? Ferdinand Polk. Ja, dat is bijna niet aan te ontkomen, hè? Nee. Ja. Nee, maar daar ontmoeten. Nou, hebben jullie nou wel eens overleg? Ja, dat zien we elkaar. Dezelfde... We hebben allebei honden en die spelen met elkaar en dat soort dingen. Op het conservatorium? Ja. Wat? Neem je die hond alles mee? Ja. Heb je ook katten, of niet? Ik heb twee katten. Ja. En dus we hebben gesprek heeft waarschijnlijk genoeg, 80 hoor. Katten, maar... Nee, maar hebben jullie wel eens ook overleg over de leerlingen en zo? Is dat er op het conservatorium wel? Ja, we komen elkaar ook Jawel, maar niet zozeer met de instrumentalisten. Dus meer eigenlijk met de collega-docenten, zangeressen. Over, ja. Nou, je gaat eerst met het kwartet optreden. Ik zou zeggen, jongens, gaan jullie naar de andere kant? En... Ja, Geetje, je gaat een stuk zingen wat je in een... volgens mij, dat begint langzaam. Een stuk wat je... heb jij het al lang op je repertoire? Want ik had het nog nooit van je gehoord. Ik heb ik heb het gezongen met de Big Band, met de Skymasters. Daar heeft dus Jerry van Rooij toen een arrangement van gemaakt. Een heel fantastisch arrangement. En toen op een gegeven moment toen dacht ik... Nou, ik ga het eens laten omzetten voor een kleinere bezetting. Want ik vind het een geweldige manier om dit stuk op deze manier te doen. Dit is een arrangement wat al ouder is. Dat is al ouder, ja. Nou, Peter, jij bent straks aan de beurt. Ja. We gaan nu eventjes met z'n tweeën luisteren naar Geetje. Geetje, ga, zou ik zeggen, naar de muziekkant, de muziekkamer, noem ik dat maar. Want zo chic zijn we hier. We hebben ook een muziekkamer. Ja, Geetje Kouwveld, ik ga straks uitgebreid met haar praten, maar eerst gaat ze zingen. Hier is ze in... een heel mooi oud stuk, oude ballad in het begin, maar het gaat straks uptempo, On the Sunny Side of the Street. In the
shame with those blues on parade. Oh, but I'm not afraid. This rover crossed over. Never have a cent, then I'll be rich as Rockefeller. Oh, gold dust at my feet, on the sunny, sunny side of the your hat and leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Now, can't you hear that bitter bat and that happy tune is your step? A life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk this rover crossed over. If I never have a cent, then I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. On the sunny side of the street. Yeah, life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover was over. If I never have a cent, then I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the Frans Elsen piano, Rob Langrijs bas. Aan het slagwerk John Engels en Ferdinand Povel op de tenorsax. En Greetje Kouwveld. Greetje, behoorlijk toonsoort wisselen, hè? Dat is heel spannend, hoor. Ja, hè? Ja. Ja, maar de kop is eraf. De kop is eraf, hè? Ja. Greetje, hoe is het eigenlijk begonnen? Je was, meen ik, al jong toen jij... ja, kijk, heel veel meisjes dromen dan van een carrière als verpleegsters en jongetjes van tramconducteur, ja, piloot, precies, of machinist. Ja. Nee, ik wilde eigenlijk vanaf het moment dat ik denken kon al zangeres worden. Dus dat was al heel, heel vroeg. Maar wat voor zangeres? Want je kan natuurlijk operazangeres willen worden. Nee, nee, of... dat kwam nooit in mij op. Hoewel, dat is ook wel heel bijzonder... toen ik zo'n jaar of 10 was. Ik was 6 jaar, toen wist ik al dat ik zangeres wilde worden. En wat voor zangeres, dat wist ik nog maar, niet. Ik maar zong gewoon... je toen ook al? Toen zong ik... ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik toen zong. Er zullen wel kinderliedjes geweest zijn of zo. Maar toen leefde dat bij mij al heel erg. Ja. En toen was ik 9 en toen kwam Doris Day. Die kwam in mijn leven. En toen wist ik heel precies wat voor soort zangeres ik wilde worden. Zoals Doris Day. En van haar heb ik dus ontzettend veel geleerd. Door naar haar te luisteren. Ik sprak natuurlijk nog geen Engels, maar ik zong dat fonetisch na. En daardoor was ik al vroeg vertrouwd met de uitspraken
Ja. Maar die klassieke richting, dat is nooit bij je opgekomen, omdat je... Ja... Nee, maar ik heb wel op een gegeven moment... Hoe ik daar nou in godsnaam bij kwam, dat weet ik niet, maar... toen was ik 10 jaar en toen trouwde er een vriendin van mijn ouders. En toen heb ik op de bruiloft het nonnenkoor van Casanova gezongen. Hoe vind je dat? Wat? Ja, het nonnenkoor. Wij die zijn nee. mensen klein, knielen voor uw aanschijn. Ja, zo. Is, echt waar? Ja, echt waar. Dat zou ik nog wel eens willen horen. Maar in je eentje als non? Of ja. met een heel koor? Ja. ja. Of met een heel koor erbij? Nee, in je eentje. Met begeleiding. Wat is zo'n raar, een rare gedachtenkronkel om juist dat liedje uit te zoeken. Ja. Overigens, Doris Day, die hebben we, hè, op de plaat. Ik denk dat heel veel mensen toch, die misschien kijken, jongere mensen, denken, Doris Day, wie was dat in godsnaam? Terwijl ze natuurlijk in die tijd, toen jij dat kende... Ontstellend populair was. Heel erg. Maar ik vind de Doris Day waar ik over praat... is eigenlijk helemaal uit de beginperiode. Hè? Toen ze nog zong met het orkest van Les Brown. En toen, naderhand is het voor mijn gevoel te veel de populaire kant uitgegaan wat liedjes betreft. Is dat in die filmtijd, is ze toen zo populair geworden? Ja, dat waren toen films met... De eerste was Romance on the High Seas. En I'll See You in My Dreams. En het waren allemaal van die mooie films. En Tea for Two en Lullaby of Broadway. En al die films. Dat, toen zong ze nog heel erg mooi. Echt, Maar zij is later een beetje de commerciële kant ja, uit. Ja, Pillow Talk en zo. En dat vond ik minder leuk. Ja. Die soort maar liedjes. Dit liedje wat we hier hebben... Ja, dat soort liedjes dat heb ik... En we hebben ook zo'n mooie hoes, joh. Dat is echt fantastisch. Ja. Nou, we laten er even horen. Ja. Hier komt ze. Ik zal er heel zachtjes invelen, zoals dat heet. Dit liedje ken je vast. Ja. Again. Ja, echt zo'n... This couldn't happen again. Ja, wat mooi, hè? Prachtig. This is that once in a lifetime. Een heel vrolijk typeje, leek het me. Ja, het is ook een hele fijne vrouw. Even een beetje ribbel op het gezicht, maar ja. Mooi, hè? Ja, ja. What's more? Als ik dat dan zie, dan komen er zoveel herinneringen weer bij me terug. Nou, ik ging heel stiekem naar de films van het oor. Heel stiekem? Ja, want ik was daar verliefd op. Dat oh ja. Ja, zeker weten. Voor veel jongetjes op de HBS. Hè. Ja. Maar ik heb dus van haar heb ik echt... bijvoorbeeld, wat zij ook heel erg had, ze werkte toch erg veel met dynamiek ook. Dus ze ineens zo heel zacht kon gaan zingen. En dat was een van de dingen die ik dus van haar gelijk geleerd heb, opgepakt heb. Ja, en de tekstbehandeling was belangrijk. En de tekstbehandeling, belangrijk, ja, was ook heel belangrijk. Jij hebt haar later ontmoet, ja, hè? Ja, ja. Wanneer, hoeveel later was dat? Dat was in 1966. En toen ben ik voor de eerste keer naar Amerika gegaan. Gewoon privé, niet om te zingen of wat dan ook. Gewoon voor vakantie. En ik had ontzettend veel foto's van haar gespaard. En die heb ik allemaal in een hele grote... Heb ik meegenomen naar Amerika. En in een hele grote doos gedaan. Hè? Zo'n hele grote doos, niet te overzien. En toen ben ik met een taxichauffeur ben ik naar haar huis gegaan. Want dat, waar woonde ze? In Hollywood. Maar waar, dat weet ik niet meer. Nee. Maar je hebt van die maps en dan kun je uitvinden waar al die filmsterren woonden. En toen heb ik dus die taxichauffeur dat af laten geven. En... ik heb een brief erbij gedaan met waar ik in welk hotel ik zat, mijn telefoonnummer, ook verteld van mijn carrière en al dat soort dingen meer. En ik weet nog goed, toen de volgende dag, toen gaat de telefoon, ik was net van plan om weg te gaan naar Disneyland, en gaat de telefoon, this is Doris Day speaking. Nou. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is wat hoor. Ja, ja. Dat is echt zo onwerkelijk. Dus toen heb ik zeker een hele tijd, 20 minuten wel aan de telefoon met haar zitten praten. Ik weet helemaal niet meer waarover. Naderhand toen heb ik in tranen uitgebarsten. Want het was zo emotioneel voor mij, omdat ze even zo verschrikkelijk veel voor me betekend had. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En dus zei ze, nou, mijn secretaresse die komt je ophalen, die belt je op voor een afspraak. En dat is toen ook een paar dagen later gebeurd. Ja. Wat was het voor iemand? Was ze aardig? Heel erg aardig. En ze zat dus in een eentje in een soort met cafetaria op me te wachten. En met haar benen op de tafel, zo. Dat weet ik nog heel goed. En ze was heel gewoon. Gewoon. Ja. Geen capsules of wat dan ook. Geen sterrenallures, nee, absoluut niks. Niet.
En ik weet echt niet meer waar we het over gehad hebben. Want het was, ik was natuurlijk zo onder de indruk en dat ik dat allemaal vergeten ben. Maar die foto's, die heb je met handtekening teruggekregen? Die heb ik met handtekening. En wat ik zo jammer vind, dat ik daar geen fotograaf bij had. Want dan natuurlijk met haar samen op de foto. Maar dat vond ik dan weer zo opdringerig, weet je wel. Of zo iemand dat ook, als ze zo bescheiden zijn, vinden ze het ook niet leuk... dat er dan nog weer zo'n fotograaf komt koekeloeren natuurlijk. Nee, dat had ik ook niet. Nee, daar heb ik ook helemaal niet aan gedacht. Maar achteraf is het wel jammer natuurlijk. Ja, dus je hebt een grote idool ontmoet. Nou, ja. Ik ken niemand die er ooit gesproken heeft. Dus dat ben jij dus kennelijk. Nou, dat is toch ook mijn idool. Ik vind het wel heel bijzonder. Maar Doris Day was dus in jouw jonge jaren. Ja. Dat was al heel vroeg. Jouw grote voorbeeld. Je was 6 jaar. Waar ben je geboren? Rotterdam. Rotterdam, maar ik ben opgegroeid in Brabant. En toen, in de oorlog was dat, en toen de oorlog afgelopen was, toen zijn we naar Zeeland gegaan. En toen heb ik gewoond in Vlissingen en in Middelburg. En daar heb ik eigenlijk al die muzikale herinneringen, want daar hadden we ook... op een gegeven moment in Middelburg had ik een bandje op school. En die heette The Raindrops, heette dat bandje. En daar zat ook onder andere in Tony van Verre. Tony van Verre van de Vara. Ja. Nou niet meer, maar toen. Die speelde gitaar. Ja, Tony van Verre heeft al die mooie... interviews. Die prachtige interviews, bijvoorbeeld met Carl Michelt en ja, zo. Hè? En het mooie was van hem... dat je hoorde zijn stem nooit. Nee, is echt een unieke programmamaker geweest... die je zo kon monteren dat er geen enkele vraag horen was. Dat was heel boeiend. Dus die zat met jou daar. Ja, die zat daar. Ja, en toen hebben we dus ook een afdeling Mignon... in Middelburg opgericht. En wij verzorgden daarvoor de muziek. Dus dat was de AVRO, hè? Die hadden een soort jeugdomroep, toch? Ja, precies. En die hadden allemaal afdelingen in het hele land. En wij hadden dus dat in Middelburg. En dan stuurden we bandjes naar Hilversum. En zo kwam ik, toen ik 13 jaar was ongeveer, voor de eerste keer op de radio. Met jouw bandje? Met de Raindrops. En wat zongen jullie toen? Wat was het repertoire? We zongen allemaal... de hits uit die tijd. Dus Mr. Sandman. And Little Things Mean a Lot. En Sessie Bon hebben we ook gezongen. En nou, allemaal zulke echte liedjes die toen populair waren. Many Times. En weet het allemaal. Dan kom je op een leeftijd, Geertje, iets een paar jaar later. Waar, en nou spreek ik over de mensen waar jij mee omgaat. Waar je nu, als je denkt, nou die stem, daar zit wat. Hè? Dat kan zich ontwikkelen. Dan ga je dus nu naar het conservatorium. Ja. En daar word je dan aangepakt door jou of door jouw collega's. En die zeggen, nou, kind, je moet dit en dit en dit. En zo moet je die stem ontwikkelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Waren die mogelijkheden in die tijd? Nee, die bestonden toen absoluut nog niet. Nou, mijn conservatorium, dat zijn de zangers en de zangeressen geweest. En de muzikanten. Door daarnaar te luisteren. Ik heb dat, daar heb ik het meeste van opgestoken. Waar ik echt ook heel van opgestoken heb, is... door het luisteren naar de muzikanten waar ik mee gewerkt heb. Daar hun opmerkingen van waar ik naar moest gaan luisteren en zo. En, maar dat gebeurde toen ook al in het bandje van The Rain, hoor. Nee, toen dat, nog want niet. Want nee. Dat is eigenlijk toch de basis. En daar ga je dan ontwikkelen Nee, dat was echt door te luisteren naar Doris Day, Frank Sinatra, Nat King Cole. En daar heb ik dat allemaal opgepakt toen. Dat optreden voor die RAVRO, is dat van cruciaal belang geweest ook... voor je latere stap. En die stap is geweest natuurlijk naar een beroemd orkest. Ja. Hè? Na de oorlog, meen ik al, opgericht. De Sky Masters. Ja, ja. Je bedoelt het met dat Mignon gebeuren? Of heeft dat invloed gehad? Nee, dat heeft geen invloed gehad. Ik heb toen ook... je had toen ook diverse amateurprogramma's... die dan ook weer de oprechte amateur de microfoon voor u... heb ik ook allemaal aan meegedaan, weet je wel. Dus ik in die zin was het wel belangrijk dat ik wel... hoe heet het? Je krijgt bekendheid, toch? Nee, niet geen bekendheid, maar ervaring. Een klein beetje ervaring opdeed. Ja. Maar de Sky Masters, dat was gewoon... dat stond op zich. Ik ben in die tussentijd ben toen van school gegaan... en toen zijn we naar Rotterdam verhuisd... En toen ben ik even gaan werken als telefoniste. Omdat ik, ik kwam van school. Ja, en ik kon niet meteen zangeres worden natuurlijk. Nee. En toen
ben ik op de Botersloot gaan werken in Rotterdam. En ik weet nog heel goed, ik kwam thuis en mijn oma die zei tegen mij... Nou, kind, dat is toch fantastisch, zo'n vaste baan, hè? En die vond dat geweldig. Met pensioen, alles. Met pensioen, en dan ben je 16 jaar of 15. En ik zeg, nou, nee hoor, ik word toch zangeres. Dat stond voor mij zo. Dit was gewoon een kleine tussenfase. En ik liep daar ook altijd te zingen, daar in plaats van de storingen weg te werken, liep ik allemaal te zingen. Ik veroorzaakte storingen. Want het was bij de storingsdienst. En ik heb dat ook nooit begrepen hoe dat werkt hoor, allemaal. Nee. Maar ja, ik deed alsof. Maar die meisjes die daar ook werkten, die wisten dus dat ik zangeres wilde worden. En die hadden op een gegeven moment gelezen dat Skymasters een nieuwe zangeres zochten. En ze speelde toen in Rotterdam in de 12 of 7, ik weet nooit hoe dat toen heette. 12 of 7 provincie, dat weet ik niet meer. En daar ben ik toen met een van die meisjes naartoe gegaan. En, brutaal weg. Ja. En ik denk, nou, ja, en het mooie was dat ik een tijdje daarvoor, een jaar daarvoor, was ik een keer gaan dansen. En toen speelde de Skymasters. En toen zag ik ze daar zo staan met hun zangeres toen aan het rivier. In zo'n prachtige roze jurk van tulle allemaal en zo. En ik denk, oh god, als ik daar eens zou kunnen staan. Hè? Niet wetende dat een jaar later dat ook zo zou gebeuren. Maar in ieder geval, ik heb daar dus voor gezongen. En dat viel in goede aarde. Maar ik moest er nog een keertje terugkomen, omdat er nog meer mensen moesten getest worden natuurlijk. En... Maar oké, toen op een gegeven moment zei Beb Robot, kom maar naar Hilversum voor een... Dat was de leider, hè? Ja. De bandleider, saxofonist. Ja. En dat was in december, 56. En toen heb ik dus die test gedaan en ik was eigenlijk meteen aangenomen. En daar hoe lang heb je bij die band gezongen? Een tijd? 3 jaar, niet zo lang. 3 jaar, niet zo lang, nee. En ben je ook weer opgevolgd? Dat was... Annie Plevier, die ging toen in Duitsland wonen. Die was toen getrouwd en die ging daar wonen. En Joke van den Burg heeft mij toen weer opgevolgd. En nou zitten we toch in de periode dat jij ook nog een cabaret hebt gedaan zelfs. Een korte tijd. En daar zijn wij in contact gekomen. Ja. Hoewel ik je natuurlijk ook kende van de radio en de Skymasters. En dat was een wonderlijke tijd. En ik moet zeggen dat ik zelf ook nog gezocht heb. Kijk, wie dat nou allemaal zijn. Ja. Dat is dus links, Donald Jones. En die man die daar staat, een beetje kalig, dat ben jij. Ja, zonder baard. Ik zag er toen slecht uit, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk als student, ik leefde slecht. Oh, God, en God. De bassist. Dat is Aad Gieshoff. En Joop Admiraal, die blonde, daarachter. En Adèle Bloemendaal, helemaal daarachter. En de jongen met het baardje, die heeft het toen georganiseerd, hè? Hans Mulder heette ja, die. Ja, Hans Mulder was dat, ja. Dat was een beetje wat je nu heet de manager, hè? Of de impresario. Ja, ja, die zorgde dat wij daar... die heeft ons bij elkaar gehaald. Die heeft ons bij elkaar gehaald. Weet je wat zo raar is? Dat je toch... Dat zoiets in je herinnering wegzakt. Ik vind het fantastisch dat jij die foto's nog hebt. Maar ik heb bijvoorbeeld... Dan moet je nog eens uitleggen... ergens een stukje muziekpapier en daar staat alleen maar Greetje Kouwveld op. En er staat verder niks op? Nee. Dus dan kan ik je ook niet veel vertellen, denk ik. Nee. En ik weet ook niet meer wat we zongen. Nou, dat weet ik ook niet meer. Nee, hè? Nee, dat weet ik weet echt wel, niet er was een. Jij zong een potpourri en dat was al door. Daar schakelde je over op het woord love. Maar er was ook een liedje. En nou moet jij me even vertellen. Of dat nou voor of na die tijd was, dat was niet voor mij. En ik heb, dat zong je al daar, nou, namelijk. Als ik het dan daar gezongen heb, dan speelde zich dit af na het Songfestival. Want op een gegeven moment ben je daar terechtgekomen, ja, hè? Ja, ja, ja. Je zong daar een liedje van Pieter Groenmans. Ja. En ik weet niet of je daar, hoe ver je bent gekomen daarmee... Ik geloof nummer 3 als ik het... Ik weet wel dat het heel succesvol was. Ondanks het feit dat het niet gewonnen heeft. Want Rudy Karel won toen met Wat een Geluk. Dat was toen... 1960. Was dat. Ja. Oh, jij zong... Je bent niet in de finale terechtgekomen. Nee. Maar we hebben er wel beelden van. En het is een heel mooi liedje. En ik kan me voorstellen... Dat Pieter die had zulke mooie melodieën. Ja. En die maakte ook de tekst erbij. Het waren zulke mooie eenheden. Ja. Nou, hier ben jij in... Dus 1960 was het, volgens mij. 1960. Dat was ook in de tijd van het cabaret, daar komt het. Is voor Greetje Kouwveld en het heet Niet voor mij.
was maar schijn, niet meer dan schijn. Het is een herinnering, alleen herinnering, maar vol pijn. Liefde doet pijn, zal die herinnering veel te lang zijn. Want jij bent niet voor mij. Als je lacht, dan is het niet voor mij. Want een vrouw die naar ik weten kan, jij niet vergeten kan, die bleef je trouw. Ik ben er zeker van, het is nog niet voorbij. Nee, die liefde is nog niet voorbij. Ook al hoopte ik het tegendeel, al houd ik evenveel meer nog van jou. In het begin dacht ik misschien, is het maar tijdelijk, zijn zij niet dan afscheidelijk. Maar nu is onvermijdelijk mijn droom voorbij. Ik weet, je liefde is toch niet voor mij, jouw gedachten zijn ook niet voor mij. Zelfs als jij me beter kennen zou en aan me wennen zou, bleef je hart begin dacht ik misschien, is het maar tijdelijk, zijn zij niet onafscheidelijk. Maar nu is onvermijdelijk mijn droom voorbij. Ik weet, je liefde is toch niet voor mij, jouw gedachten zijn ook niet voor mij. Zelfs als jij me beter kennen zou en aan me wennen zou, bleef je haar trouw. Ja, schattig. Mooi, hè? Hier is in mijn aantekeningen. Zo heb ik het gespeeld. Ja, dus, ja, 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 je ja, zien, ja. Het was niet echt duidelijk, hè? Maar ik kon er toch kennelijk wel wijs uit. Dus niet voor mij, zie je? Ja, ja. En dat die daarna, ik had precies het argument, dus het was daarna. Nu ja, weet ik het. We hebben het weer op een rijtje gezet. Ja. Maar de man die hier voor het orkest stond, Dolf van der Linde, daar heb jij veel mee gedaan. Ik heb heel veel met Dolf gedaan. En ik moet zeggen dat van alle dirigenten waar ik mee gewerkt heb, was hij het duidelijkste. Als je met hem werkte en je was niet helemaal zeker van het arrangement of zo. Maar als hij je teken gaf dat je in kon zetten, dan was het ook perfect. Weet je, en dat gaf een ontzettende zekerheid. Want we hebben hele moeilijke dingen gedaan. Ik heb dus ook. Daar komen we misschien straks nog even op. Joop, mijn man, die heeft heel veel. Joop de Roo, die hebben heel veel componistenportretten voor de televisie gedaan. En dat was met Mark Murphy en met Ferdinand Povel en met Piet Noordijk. En daar hadden we altijd heel weinig tijd om te repeteren. Hè? En het waren allemaal nieuwe arrangementen en het was ook in medleyvorm dikwijls. Dus dan moet je echt ontzettend goede dirigent hebben om. He, dat je daar zeker van bent. En hij was ook een echte dirigent. Hij was een echte, prachtig om te zien ook. Ja, ja, het is jammer dat je dat op zo'n filmpje, dat je hem niet even ziet dirigeren. Maar de manier waarop je dat deed, heel het elegant, was altijd, heel het orkest, dat hing echt aan zijn handen. Ja. Ja, nee, dat is echt een belangrijke figuur, denk ik toch ook, voor de Nederlandse muziek geweest. Zeer, natuurlijk. Als we hem niet hadden gehad, was het orkest niet geweest. Nee hoor. Nee, het klonk ook mooi nog, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Leuk om te zien. Ja. Je bent op een gegeven moment naar Duitsland gegaan. Ja, nou, het was zo dat ik in, dan moet ik weer even terug naar de beginperiode, 1957, heb ik meegedaan, was ik uitgeleend door de Skymasters, want je moest altijd toestemming vragen. Ik zat namelijk vast bij de Skymasters en als ik iets anders wilde doen, moest ik even toestemming vragen. Dus toen hadden we op een gegeven moment een uitzending met Frankie Lane, Skymasters. En Frankie Lane die was daar ook en die was verschrikkelijk enthousiast en zo. En dat was heel leuk. Maar er was ook Karel Prior in de zaal. En die produceerde dat programma voor Venetië, Festival de la Canzone.
En het programma dat was eigenlijk al rond, maar toen hoorde hij mij. Toen heeft hij me gelijk uitgenodigd om mee te gaan. Dat was Mieke Telkamp, Willy Alberti, Harry Mote, Christine Spierenburg en ik dus. En toen, daar deden 8 landen aan mee. In Venetië was dat dus wat ik zei, ja. En waaronder ook Duitsland. En daar was weer een producer van dat programma van Duitsland, Wolfram Röhrig, van de Süddeutsche Rundfunk. Het orkest van Erwin Lehn was daar. En die hoorde mij en die heeft me toen meteen uitgenodigd om een productieopname daar te komen maken in 1958 toen. En dat is eigenlijk mijn beginperiode geweest in Duitsland. Maar toen zat ik nog bij de Skymasters. Ja, maar je hebt daar in allerlei shows meegedaan, hè? Ja, maar dat is dus toen ik eenmaal die stap had gezegd, toen ben ik bij de Skymasters weggegaan, omdat het niet meer te combineren was. En toen, want ik denk, ik moet daar gaan wonen. Dus toen ben ik op een gegeven moment diezelfde... Want alles hangt zo'n beetje in elkaar. Ja, hè? Diezelfde Wolfram Röhrig, die organiseerde ook een Woche der Leichte Muziek in Stuttgart. En dat was ook een hele belangrijke gebeurtenis. En daar was weer Heinz Gietz. En Heinz Gietz, dat is weer een hele belangrijke componist en producer geweest. En die heeft mij toen naar Polydor gehaald. En toen ben ik platen gaan maken in Duitsland met Kurt Edelhagen. Ja, en die hebben we hier, Kurt Edelhagen. En nou hoor je hoe een goede band dat was. Jij zingt hier een liedje en dat is ook behoorlijk populair geworden. Leider nur eine schlechte Kopie. Ja, dat heeft hij voor mij geschreven toen. Ja. Ja. Daar komt het. Van Elvis Presley hast du die Frisur. Dat is een hele leuke tekst. Leider nur. Leider is een hit geweest, hoor. Ja, dit stuk dat sloeg echt in als een bom toen. Ja, ik herinner het nog. Ja. Maar dan komt straks die band, die is echt een steengoed. Hier, dir das zu sagen, wird es nun Zeit. Es tut mir leid, wo bleibt da die Persönlichkeit? Van al den Het is ook een arrangement van Heinz Gietz geweest. Hoe je het ook doet, ja. We moeten even die band horen. Ja, ja. Van Gary Cooper. Daar zit je achter de piano. Dat is Edelhagen die met die bril. Met de bril, hè? Ja. Und so gehst du die Straßen entlang. Ja. Dat is een hele bijzondere tekst, ook voor die tijd. Maar dat stuk, die vakwereld die was werkelijk, die stond eigenlijk een beetje op zijn kop door dit stuk. Dat is echt waar, hoor. En dat zo is de doorbraak. En zo is het toen, nou, dan ken je de modulatie, geloof ik, hè? Nee, nog niet. Maar goede band, hè? Ja, hele goede band. Ja. Ontzettend. Dat was echt op dat moment het beste orkest in Europa. En je zong daar ook jazzstukken. Kon je dat daar doen met zo'n jazzband? Of waren die Duitsers van... Nou, kijk, ik heb in die beginperiode, en ik denk dat daardoor komt dat ik opviel in Duitsland. Ik was eigenlijk de eerste die Duits kon zingen met een jazzy feel. Want dat kenden ze helemaal niet. Dus daarom was dat zo toch wel bijzonder. Dat kreeg het ineens een heel ander gezicht, zo'n liedje. Hè? Als je dat op die manier deed en zo. Dus ik heb wel veel jazz gedaan, maar niet op platen. Wel, ik heb wel een langspelplaat gemaakt met allemaal Duitse liedjes. Met een heleboel arrangementen van Rob Pronk overigens. Maar ook met het orkest van Edelhagen, maar met strijkers. En er zaten ook een aantal jazzy stukken tussen, maar wel in het Duits. Nou, de jazz, daar hou je de laatste tijd alleen maar mee bezig. Ja. En je gaat nu een ontzettend mooi liedje zingen. Mm. Ik zou zeggen, ga naar Peter toe. Want we gaan even genieten van een heel mooi liedje. Het is heel verstild. Het is bijna kamermuziek hier in de studio. Peter Niewerf, die de gitaar bespeelt. En Geertje Kouwveld in Bill. I used to dream that I should discover perfect lover someday. I used to wear a diner if ever he passed by my way.
I always used to fancy then he'd be one of those godlike kind of men with a giant brain and a noble head like the heroes bold in the books I read. But not the type at all. You'd meet him on the street and never notice him. His form and face, his manly grace, are not the kind that you would find in a statue. And I can't explain. It is surely not his brain that makes me thrill. I love him because he's wonderful, because he's just my baby. Sing a solo or a row. He isn't as handsome as dozens of men that I know. He isn't bright or tall or slim, and he dresses far worse than Ted or Jim. And I can't explain why he should be just that one man in this world for me. He's just my Bill, an ordinary guy. He hasn't got one thing that I can brag about, and yet to be up on his knee so comfy and roomy feels natural to me, and I can't explain. It is sure he's just my Peter Niewerf en Geertje Kouwveld. In dat prachtige liedje, Bill. Wat een mooi liedje is dat. Oh, het is verrukkelijk om te zingen. Ja, het is een prachtig stuk van Jerome Kern. Ja. Ontwikkelt zich zoiets nou ook, Geertje? Zou je het vroeger anders gedaan hebben, denk je? Ja, ik herinner me nog dat... ik heb het gezongen toen ik 20 was. En een tijdje geleden op een concert, toen kwam er een... Ik heb het toch regelmatig op mijn repertoire staan. Met Peter en Jan Manu. En toen kwam er een dame naar me toe en toen zei ze van, nu kun jij het liedje zingen. Toen je 20 was nog niet. Ja? Dus dat vond ik, ja, vond ik heel bijzonder. Dat ze dat ook onthouden had en zo. Dat ze zo reageerde en dat ook gehoord had. Dat nu natuurlijk toch doorleefd is. Dat kom je niet aan. Je hebt bijna ook al een jubileum met dit trio, hè? Ja.
We zijn nu dus want bij... Want dat is toch... Wat is dat wat hier hangt? Dat is... Vorig jaar zijn we begonnen met die show Impressions of New Orleans. En dat is een programma dat gaat over New Orleans. Muziek uit New Orleans. En met video-opnames aan de... Dus het iets meer nog gevisualiseerd eigenlijk. Ja, precies. Ja. 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 En dit is een van de mooie foto's. Ja, die dit is een van de prachtige foto's, een mooie straat. Ja, is heel, dan ja, doe je dat programma nog? Of? Ja, we gaan volgend jaar hebben we nog een aantal concerten ermee. Ja. Ja. En je hebt daar echt gekozen nu voor die hele kleine bezetting, hè? Ja. Is dat, Peter heeft al een beetje gezegd hoe dat ontstaan is met Rudy Brink. Ja. Later nu met Jan Menu. En daar voel je je ontzettend lekker mij, in. Ja, ik heb voor mijn gevoel nu, sinds ik nu met de trio werk... voor de jazz dan mijn eigen gezicht gevonden. En omdat je natuurlijk zoveel met elkaar werkt... ontwikkelt zich dat ook steeds. En je kunt heel genuanceerd werken. En daar hou ik van. Ik vind het ook heel leuk om met een big band te werken, hoor. Doe je dat nog wel, ja? Dat doe ik ook. In Duitsland ook veel. En, ja. Maar ik vind, ik hou ervan om veel met dynamiek te doen. En dat kun je dus met zo'n trio, dan kun je dat fantastisch natuurlijk. Want iedereen reageert gelijk op elkaar. Als ik ineens heel zacht ga zingen, gaan ze gelijk zacht spelen. En dat heb je natuurlijk met een kwartet is wordt het al moeilijk. Nou, we hebben een filmpje. We gaan weer even terug in het verleden, Geertje. Ja, daar ontkom je niet aan nee, bij mij. Nee, steeds meer. Nou, wat dacht je van mij? maar goed, daar hebben we het gewoon niet over. Nee... Over dat genuanceerde zingen, want nu je het erover hebt, is dat filmpje zo mooi. Jij hebt ook opgetreden met Boys Big Band in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel uniek, want het was een aparte band, mag je wel zeggen. Ja, dat was heel spannend ook, hoor. Ja, allemaal onverwachte dingen. Ja, altijd. Dat hoor je van iedereen die in die band heeft gespeeld. En arrangement op het laatst dan weer veranderen. Ja, precies. Maar op het filmpje speel je met een kleine combo eruit... En over dat genuanceerd zingen, ik weet niet of je het ooit hebt teruggezien. Het is een prachtig filmpje, daar zing je Fever. Dat weet ik nog wel, ja. Ja, nou, je zingt het volgens mij met op sopraan Theo Louvendi. Ja, Dick van de Capelle op de bas. John, want daar had ik het over. John, die nu even achter de bar zit in onze kantine op het slagwerk. En, als ik het goed heb, is het Kees Slinger aan de piano, maar... Even kijken. Nou ja, jij kan het. Nou, hier komt het. Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. Everybody's got the fever, that is one thing you will know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When her daughter tried to kill him, she said, Julie baby, you're my flame. You give me fever with thy kisses. Fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for souls. Captain Smith and Okahara's had a very mad affair. What did I try to kill him? She said, Daddy, don't you dare. Give me fever when he kissed me. Fever when he holds me tight.
fever, pa, fever, fever. Nou. Ja, nou, ik herinner me wel dat ik het heel moeilijk vond om te doen. Dat is het enige wat ik me nog van herinner. Dat het heel moeilijk maar, was? Ja, dat herinner ik me wel. En zou je dat stuk nou nog zo zingen, op die manier? Weet ik niet. Ik denk het niet. Ik weet het ook niet. Het lijkt me niet. Ik zou het ook nooit meer uitkiezen, waarschijnlijk. Om te doen. Waarom niet? Is het een stuk wat jou niet ligt? Ik vind dat je het fantastisch doet. Ja? Nee, dat meen ik serieus. Ja, alleen die bondjas. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Waarom dat ik dat gedaan heb, dat mag je ook weten. Maar nou, het staat heel mooi. Misschien omdat het fever is. Maar in die tijd lag het allemaal weer anders dan nu natuurlijk. Hè. Nu zou ik het niet meer kunnen. Nee, maar is dat een stuk wat jou niet ligt dus? Nou, het is niet zo dat het een stuk is waarvan ik denk van... God, dat zou ik nou zo graag weer een keertje zingen. Dat niet. Het is niet dus wat ik maar vind. Wat ik wel hartstikke goed vind, is dat je het niet op de manier doet waar Peggy Lee dat deed. Want je hebt het een veel sneller tempo gezongen. Ja, veel sneller. Ja. Waardoor het stuk eigenlijk veel spannender wordt. Heel spannend, ja. Want Peggy Lee vindt het een beetje een sloom stuk op een gegeven moment. Als je dit hoort, wel. Ja, anders ook een mooie zangeres, hè, Peggy Lee. Prachtig, ja. Prachtige zangeres. Ja. Nu, op dit moment... Geetje, geef jij les? Ja. Het zal niet altijd makkelijk zijn, denk ik, want die jonge kinderen... willen die nou wat jij doet? Ik bedoel, dat zingen met big bands, met combo's? Of, nou, de meeste niet. Nee, hè? De meeste niet. Maar en zeker niet aan het begin. Als ze op school komen, hebben ze meestal ook nog niet echt een idee van wat jazzmuziek nu eigenlijk is. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar daar praat ik nu even niet over. Maar in het begin moet je ze dus dingen laten horen, hoe het allemaal... Dan kennen ze de zangeressen nog niet. Ja, ze kennen natuurlijk Ella en Sarah Vaughan en zo. Die kennen ze wel een beetje. Maar zoals Nancy Wilson of Peggy Lee of ja, zo. Ja, maar iemand als Doris Day. Want jij zong straks Bill, hè? Jij zegt dat die manier van terugnemen en dat soort dingen... dat heb je van Doris Day geleerd omdat je vreselijk veel naar haar geluisterd hebt. Is dat ook in zo'n Bill, neem je dat onbewust nog mee? Ik bedoel, het is zo lang geleden. Nou, ik weet gewoon dat ik... Ja, ik werk graag met dynamiek, dus ik doe dat... Dat heeft nou niks meer met haar, dat heb ik ooit geleerd... en dat blijft erin zitten natuurlijk. Ja. En ik leer dat ook weer mijn leerlingen... om met dynamiek, om te laten horen hoeveel je kunt bereiken met dynamiek. De kleuring en de tekst vertellen. De tekstbehandeling is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus dat leer ik ze ook. Maar doen ze dat nou als jij zegt van... luister nou eens naar die en die en die zangeres. Want ik weet dat het in de instrumentale wereld is het zelfs al moeilijk. Ja. Mensen die nou klassiek studeren, die moeten eigenlijk ook naar de oude meesters. Maar ja, ze weten die namen nauwelijks. Hè? Dus jij moet ze natuurlijk ontzettend veel bijbrengen. Nou, Alleen al wat de muziekgeschiedenis betreft. Nou ja, geschiedenis doe ik natuurlijk niet. Maar, ik neem altijd cd's mee en platen mee en laat ze dat dingen horen. Dat wel, om ze op die manier ermee te kennis te laten maken. Ja, nou is er één zangeres, Geetje, die plaat hebben we ook bij me. En daar staat trouwens ook een heel mooi stuk op Lush Live. Ja, dat laten we niet horen. Nee. Maar dat hebben we ook, weet je dat we dat ook in dat studentencabaret, in dat pauzecabaret hebben gedaan? Oh ja? Ik vond het een hartstikke moeilijk stuk om dat te spelen. Het is een verschrikkelijk moeilijk stuk. Daar heb ik op zitten zweten, joh, met Aart Gieselhoff samen. Ja. Maar goed, dat is Nancy Wilson. Ja, Nancy Wilson is voor mij mijn andere conservatorium. Waarom? Omdat ik... Zij heeft mij nog meer de behandeling van de teksten duidelijk gemaakt. En zij werkt fantastisch met teksten ook. En heel geprononceerd. En wat ik van haar vooral ook geleerd heb, is het zingen van lange lijnen. Zonder vibrato zingen. Dus dat heb ik van vibrato, haar geleerd. Dat is sowieso vibrato-loos zingen. We hebben dat een liedje. Too Long... I Stay Too Long at the Fair. Ja, nou, dat zullen we eens even... Want dan kunnen we even... Dan kan je zeggen wat je nou precies bedoelt. Ja. Hier komt het. Vandaag doe ik alles technisch hopelijk goed. Nee, dat is het niet. Dat is het dus niet. Ik doe het dus niet goed. Het is... Oh, dat is aan het slot zeker. Oh, dus het is slot van een liedje. Nou ja, het staat niet helemaal scherp. Nee, dat is Lush Live. Dan draai ik hem even om. Dan draai je hem toch, hè? Ja, nee, dat is onbewust jouw pesten. Onbewust wilde jij dat horen, natuurlijk. Ja, ik pest je een beetje.
Nee, maar nu is het. I Stay Too Long. Daar komt hij. Lush Life was heel mooi, hè? Hoor je al hoe moeilijk dat was? Dit is zo'n moeilijk stuk. Daar begin ik nog helemaal niet aan. I wanted the music to play on forever. Have I stayed too long at the fair? I wanted the clown to be constantly clever. Have I stayed too long at the fair? I bought the blue ribbon. Hij begreep wat je bedoelt. Maar is dat, dom gezegd, ook over de maat heen zingen, wat je dan doet? Het is niet allemaal... Dat sowieso niet, maar mij gaat het vooral om die strakke lijnen. En dan ga je ook wel over de maat heen, maar die strakke lijnen, dat vind ik, dat geeft ook weer een bepaald soort spanning. Ja. Als je alsmaar vibreert, dan ja, dat is spanningsloos wordt het dan, weet je. Vooral als je een heel klein vibratootje hebt. Ja, maar je hoort ook hier, hè, dat het... Ja, het krijgt mooie lange bogen krijg je in een liedje ook. En dat vind ik zo... En dat zijn ook dingen die ik trouwens mijn leerlingen... Die je dat... Ja. Geertje, ik zei net... en we gaan er heel langzaam wegveden... dat je bijna 40 jaar in het vak zit. Is het al 40? Volgend jaar. Ga je dat nou nog groots vieren? Of, Nou, er zijn wel een aantal concerten komen er wel. En het moet nog allemaal een beetje uitgewerkt worden. We hebben bijvoorbeeld een concert in het concertgebouw. Kleine zaal van het concertgebouworkest. Samen. Concertgebouw. Kleine zaal met het trio en het Willem Breuken collectief. Want ja, dat is ook iets, hè. Ik zie bijvoorbeeld dat je eens op een Sinterklaasavond hebt opgetreden. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, dat was ook een hele... Met Willem Breuken collectief, met Midas Dekkers, Titus Muizelaar. Dat moet een toch een groot feest zijn. Hele... Vind je het leuk om met die band te zingen? Jawel. Dat is, ik hou van afwisseling en van spanning. Dat houdt je ook creatief heel goed bezig en zo. Ja, want het is een hele andere begeleiding anders dan dat hele kleine waar je normaal mee optreedt. Ja, maar ze hebben ook een mooie kleur. Hij heeft een mooi arrangement gemaakt van Lonely Woman bijvoorbeeld. En dat was heel mooi. Geertje, een fantastisch uurtje. Je moet, je hebt het zelf in de gaten. Hartstikke goed, Geertje. Hey. Oké. Nou, ik zou zeggen, ik ga nog één keer... Wat ga je zingen? It's Alright With Me. It's Alright With Me. Yeah. It's Alright met Geertje. En wij zijn er weer volgende week om dezelfde tijd. Nog één keer Geertje Kouwveld en haar vier muzikale vrienden. Tot de volgende week. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. Not his face, but such a lovely face. That it's alright with me. It's the wrong song, in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. Not his smile, but such a lovely smile. That it's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? Oh, it's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips. That if some night you're free, dear, it's alright. It is alright. We'll be right back.
your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a lovely face that it's alright with me. Oh, it's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. Not his smile, but such a lovely smile that it's alright with me.